vrachttrein. En hoe lang gaan we er nou in? 11 uur. 11 uurtjes. En dan slapen we daar en dan komen we dus morgen om 7 uur komen we aan. Ja. Dus ja, ben benieuwd. Ziet er best wel oké uit. Nou, we zitten. Len aan zijn Dunkin' Donut. Ik ben gezetteld en ik zit echt top. Kijk. Ik heb een kleedje. Ik heb een iPadje. De trein gaat best wel heen en weer. Maar op de een of andere manier stort het me totaal niet. Dat is wel chill. Ik doe eerst de vak, straks word ik wagenziek of zo. Maar het is wel lekker. Nou ja, moet ik echt afkloppen. Maar. We zijn nu bij Chiang Mai bij het station. En we worden volgens mij gecheckt op coronavirus. Er wordt een apparaatje op je voorhoofd gedaan. Volgens mij gaan ze je temperatuur dan meten. Ik zit even laten zien. Thank you. Oké, we zijn vanochtend aangekomen in Chiang Mai en we konden nog niet inchecken. Het kwam pas om 2 uur. En daarom zijn we nu gewoon in de stad, zijn we naar tempels aan het kijken en we gaan zo een scooter huren. En waar gaan we dan heen? Uiteindelijk naar Pai, maar dat is morgen. En die scooter huren, dat is bij Aya Scooter Service. En daarna vanavond Food Market. Ja, daar heb ik zin in. En er is ook filmavond bij ons hostel. Dat is ook wel leuk. Ik vind dat een leuk film is. Denk je dat dit ijs te vertrouwen is? Ja. Ik heb gisteren ook ijs gegeten. Prima. Dus dat is het plan. Ik heb hier een boekje waarin ik allemaal dingen al had opgeschreven. Dingen die we kunnen doen. Dus wie weet dat we daar wat dingen voor gaan doen vandaag. Er ligt allemaal zooi en ik moet weer alles opladen. Backpackie. We hebben een balkonnetje. Zo, duurt even. Hier zit het balkonnetje. Nou, niet een heel boeiend uitzicht. We gaan naar binnen. En dan is hier. De badkamer. Hallo.
En we wachten nu tot 2 uur. Dan kunnen we een scootertje huren. En dan gaan we naar de belangrijkste tempel van Chiang Mai. En die is wel een stukje rijden. Dus dat is wel leuk. Dus daar wachten we op. Dus over een half uurtje kunnen we gaan. En dan gaan we er naartoe. Nou, dit is onze aanwinst voor vandaag. En we gaan nu even zonnebrand halen. En dan gaan we richting de bekendste tempel van Chiang Mai. Yes? Oké, okay, wat gaan we doen? We gaan de tempel. Oh jee. Wat koud denk je hier, hè? Alles zo groot moet zijn, of dat een bepaalde reden heeft. Kunnen we achterkomen? De vraag. Ja. We zijn natuurlijk vanochtend van Bangkok, of eigenlijk gisteravond van Bangkok, naar Chiang Mai gegaan. En ja, we werden echt al heel vroeg gewekt. Ik denk om 6:15 of zo moesten alle bedden weer opgemaakt worden. En toen zijn we met een Grab hier naartoe gegaan. Toen hebben we hier allemaal hostels gezien, wat echt super leuk was. En toen hebben we even lekker hier gechilled, lekker gegeten. En toen hebben we een scootertje gehuurd. En toen zijn we helemaal naar boven gereden naar een grote mooie tempel. Die was echt gaaf. Dus ja, super dagje gehad. Len is nu even een tak of een massage aan het nemen. Ik ga even lekker chillen en ik denk mijn vlog editen. En vanavond gaan we naar de foodmarkt. Dus daar heb ik ook wel heel veel zin in. Ik weet niet of we echt bij een goed tentje zitten. Volgens mij zit allemaal wel redelijk. Dus we zijn met het verkeerde tentje gaan zitten. Ja, zeker. Alles is gefrituurd en daar houden we niet van. Oh. Al goor. En we zagen net een fucking grote rat op de grond. Spicy, ja. Toch maar geen spicy meer zeggen. No spicy, no spicy. Ook vooral heel vet. Jet. We hebben echt veel beter gegeten de hele vakantie. Daar zitten we dan. We zijn er!